Ja, natuurlijk ben ik blij dat het gezond is, dat het eruit is. Maar toch was het ook een klein beetje identiteit van mij. Ik vind het verschrikkelijk om in de spiegel te kijken. Dat vind ik echt heel erg. Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben ook niet echt bang voor de dood. Ik ben alleen wel bang voor de dood omdat ik een kind heb. Die wil je geen verdriet doen. En je hebt een man en die wil je geen verdriet doen. Dus dan denk je, als er wat gebeurt, dan laat je mensen achter op wat dan ook. Toen ik 11 was, heb ik hersenvliesontsteking gehad. En toen ik 16 was, en toen heb ik 4, 5 dagen in coma gelegen. Toen je 16 was? Ja. Toen hadden ze mij echt opgegeven, een soort van... dit gaat hem niet meer worden, een kastplantje. En, ja. En toen had je het voor de tweede keer? Voor de tweede keer. En ik moet heel eerlijk zeggen, dat weet niemand, een jaar geleden... dacht ik ook heel even bij mij dat het mis was. Ik had corona. En ik kreeg een soort borstontsteking. Ik had implantaten. Mijn borst was, nou ja, in ieder geval een soort natuurlijke lift. Zo stond echt de volgende dag zo. En mijn zoontje zei wel, die ligt altijd op mij. Die lag altijd op mijn borsten. En dat vond hij dan zo lekker zacht. En die zei wel van, nou mam... Jij hebt echt een baksteen. Het voelt als een baksteenborst. Weet je, je tiet is net een baksteen. En ik dacht, dat komt misschien doordat ik ontsteld moet worden. Ik was niet lekker. Het deed ook niet echt pijn. Alleen de volgende dag werd ik wakker. Die kleine gaat naar school. En... mijn borst was 3, 4 keer zo groot. En die waren al niet heel klein. En uiteindelijk toch natuurlijk wel de dokter gebeld. En... nou, daar langs gegaan natuurlijk. Toen bleek er heel veel vocht bij te zitten. Alleen dat ging, hij zegt, dat gaat vanzelf weg. Hebben ze dat ook een beetje weggehaald. En uiteindelijk ging dat niet weg. Ging het pijn doen. En toen zei hij in één keer van, we gaan een punctie doen. Ik denk echt, we moeten het zeker voor het onzekere nemen. En dit zou zomaar een zeldzame vorm van lymfekanker kunnen zijn. Zo. Ja, die kwam wel binnen. Ja. Hoe reageerde je? Ik dacht alleen aan mijn man en aan mijn kind. Ik was wel echt in shock, maar ik probeerde het dan niet heel erg te laten blijken. En toen ben ik in mijn hobbykamer... ik heb een hobbykamer met dingen wat ik spaar... ben ik gaan uitzoeken, want toen dacht ik... als ik er nou niet meer ben, dan moeten hun al die dingen op gaan ruimen. Die hebben geen idee. Dus ik had mij hier... compleet in mijn hoofd zo op voorbereid. Dit is wat het is. Ik heb ook al 2 keer een lezen hersenvliesontsteking gehad. Dus hier ga ik ook weer de jackpot mee winnen. Die kleine, die heeft het goed. Mark is een goede vader. Mijn zus, mijn moeder, het komt goed, dacht ik. Dan is dat, hoeft ze daar niet meer. Heb dat goed gedaan. En totaal niet gedacht aan andere dingen. En toen hebben we samen... uiteindelijk mijn zus gebeld. En ik ben met haar naar het ziekenhuis geweest... zodat Brandon niks merkte aan ons. En toen was het nog tot na het weekend ook wachten. En dat was uiteindelijk gelukkig goed. Maar met spoed moest uiteindelijk ook wel alles eruit. Hoe vond je dat? Was dat een opluchting of was het ook... want je gaat er ook weer anders uitzien en... Nou, ik was wel opgelucht natuurlijk van als dat het is. Dus ook toen het gedaan was... was ik een soort van blij, maar mijn herstel was gewoon niet zo makkelijk. De operatie was toch wel heftiger dan het was. Dat zei hij ook, er zat ook trauma, er zat oud bloed in. Dus, en ik dacht dat ik er makkelijker over zou denken. Omdat ik aan een ander zeg van, je hebt maar één lichaam. Maar toch vind ik het lastig. En wat vind je dan lastig? Ja, natuurlijk ben ik blij dat het gezond is, dat het eruit is. Maar toch was het ook een klein beetje identiteit van mij... wat ik eigenlijk... je wilde ook niet meer echt super mee geassocieerd worden. Dat is ook een verleden wat ik heb. Want daarvoor heb ik het nooit gedaan. Ik deed het voor mezelf. Omdat ik het zelf mooi vond. Je bedoelt dat die implantaten nu... Ja, de implantaten. Het is ook voor wat hij heeft gedaan natuurlijk zijn best. Maar ik vind het verschrikkelijk om in de spiegel te kijken. Dat vind ik echt heel erg. Dus je wordt er dan ook weer mee geconfronteerd. En met wat precies? Met het feit... met ook het feit dat ik het had. Dat ik misschien er wel niet meer... zou zijn, dat het heel anders had kunnen aflopen. Ja, maar je wordt ook geconfronteerd met het feit dat je er, dat je er wel bent. Ja, en daarom is het zo dubbel. Ja. En misschien ook omdat voor mij, mijn lichaam was natuurlijk vroeger heel belangrijk. Niet voor mezelf, maar ik verdiende daar wel mijn geld mee. Je bent de eerste tegen wie ik vertel, niemand weet dit.
niemand weet dat dat niet meer is en dat ik me zo voel. Mensen zeggen dan alleen maar, ben je afgevallen? Dan denk ik bij mezelf, moet je ze weten? Kan je dat nou niet zien? Je zei net ook, ik ben niet bang voor de dood. Ben je erop voorbereid? Ik denk Heb je dingen geregeld, gewoon praktisch? Nee. Wat moet je nou regelen? Dat je denkt van, ja, maar welke keuze moet je maken? Sommige mensen zeggen, ja, ik wil dat die muziek gedraaid wordt. Of ik wil zo'n of zo'n Nou, beter gaan ze een feestje dan doen. Ja, dat ligt er natuurlijk ook een beetje aan natuurlijk hoe je bent overleden. Maar ik hoop wel... Zure matten zijn er natuurlijk. Ja, zure matten. Maar dat ze wel dan... Misschien later zonder je hart zing ik als met Brandon... Heel hard. Of iets vrolijks. Van laat de zon in je hart. Dat zingen wij altijd. Omdat je moet vrolijk zijn. En natuurlijk zijn er nare dingen. Maar ik hoop in ieder geval dat ik Brandon kan meegeven. Dat hij alles uit het leven moet halen wat eruit te halen valt. Heb jij alles uit het leven gehad wat erin zat? Ja. Maar mijn leven is nog niet klaar. Dus wat moet er nog gebeuren? Nou, ik wil natuurlijk mijn kind zien opgroeien. Ik wil oud worden met de man met wie ik ben, met Mark. Dus ik hoop in ieder geval dat we dat doen. Mooie herinneringen en dat ik hem kan zien opgroeien. Wat zou een mooie herinnering zijn om op mijn kist te schrijven? Oeh, niet over nagedacht, hè? Mag je naam er ook bij? Ja. Doe ik toch Bobby, hè? Wees niet bang. Er is nog nooit iemand van teruggekomen. Dankjewel. Jij bedankt.